Hi my beautiful lovelies, dit is How My Life Crumbles en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een haul voor jullie doen van dingen die ik eind vorig jaar heb gekocht en begin dit jaar. Dus een sale haul, alles was in de sale wat ik jullie ga laten zien. Dus wil jij weten wat ik heb gekocht? Keep on watching! Aan het eind van het jaar koop ik altijd mijn geurtjes. Waarom? Alles is natuurlijk in de sale voor de kerst. Dus het is altijd bij Douglas, bij Ici Paris, like everywhere. There's like fragrances in the sale because mensen geven het vaak als cadeau voor kerst. Of verwennen zichzelf ermee, zoals ik. Dus ik koop mijn geurtjes altijd aan het eind van het jaar. Bijna alles is in de sale. En wat niet in de sale is, is een beetje afgeprijsd of zoveel procent. Als je iets erbij neemt of whatever. Er is altijd wel een actie of gewoon een grote sale. Dus deze twee items, die zijn toevallig niet in de sale. So technically they don't count. Maar ze zijn wel heel goedkoop. De eerste twee items zijn deze. Dit zijn twee geurtjes van de Sara. Ik zal ze straks even close-up laten zien. Dit zijn twee geurtjes van de Sara. En het is de lichtroze en de donkerroze. Jullie kunnen straks de namen zien op de close-up. Ik vind deze geurtjes zo lekker. Ik kwam erachter door een collega van mij. Die zei dus dat deze heel erg roken naar... Was het bloem van Gucci? I think it was bloem van Gucci. Is er een bloem van Gucci? In ieder geval naar een Gucci luchtje. Zoals bij velen al bekend is, heeft Sara hele goede dupes van luxury brand geurtjes. En soms wil ik gewoon niet de bank breken om een geurtje te kopen. Deze twee samen waren iets van 15 euro. Je krijgt superveel, want hier zit, staat dat erop hoeveel milliliter erin zit? I'm guessing like 100 of zo. That's what I'm guessing. Wacht, volgens mij staat het eronder. 90 milliliter denk ik. Maar je krijgt echt super veel voor een hele hele lage prijs. Ze ruiken super lekker. Eentje is wat lichter dan de andere. Mijn favoriet is de donkerroze. Die gebruik ik het vaakst. En je ziet ook dat die het meeste is gespoten. Ze gaan super lang mee. En deze twee zijn echt aanraders. Voor als je nog een lekker geurtje zoekt. En ze blijven verrassend lang zitten. Voor zulke goedkope geurtjes blijven ze nog verrassend lang zitten. Dus deze. Een ander geurtje die ik kocht in de sale. Hij was iets van, als ik het off the top of my head, was hij iets van 27 euro of zo. Dat is deze. Even kijken. Hij heet Girl of Now. Jullie zien vanzelf in de close-up hoe die eruit ziet en everything. Dit is zo'n lekker geurtje. Like, even ruiken hoor. It's giving me ergens een beetje vanille, een beetje... houterig, maar ook weer een beetje bloemerig. Ja, ik kan geurtjes echt heel slecht uitleggen hoor. Don't mind me. Maar het is zo'n lekker geurtje. Het blijft ook lang op je lichaam. Het is een hele mooie, elegante fles. Ik kende de designer en het geurtje überhaupt niet. Maar ik ging naar binnen in de Douglas om een cadeautje te kopen, een kerstcadeautje te kopen. En toen zag ik deze en hij was in de sale. En ik dacht oké, laat me het even proberen. Dus ik spoot het op zo'n testerpapiertje dingetje. En hij was zo lekker, ik was gelijk verkocht. Ik wil echt teruggaan, ja het is nu al een maand geleden, maar ik wil echt teruggaan om nog eentje te halen. Ik weet niet of die nu nog in de sale is, maar ik kan hem vast wel ergens online vinden. Hij is zo lekker. Er zit aardig wat in. Het is een super mooi flesje ook om naar te kijken. Dus je kan hem ook mooi ergens displayen of zo. Ja, het is echt een heel lekker geurtje. Dit is ook echt een aanrader voor als je nog een geurtje zoekt die niet zo heel duur is. Deze. En hopelijk is hij nog in de sale tegen de tijd dat jullie deze video zien. Ik ga hem zo snel mogelijk online zetten. Dus ja. Het volgende wat ik in de sale kocht. Sticking with the Cosmetics geurtint. Zijn deze... drie make-up items van de H&M. Ik heb me door iemand laten vertellen dat de make-up van de H&M heel erg goed is. Ik heb het zelf nog nooit getest. Dus dit kunnen we misschien testen in een andere video. Ik heb twee foundations. Dit zijn allebei dezelfde kleuren. En deze foundations waren 60 cent per stuk. En dan heb ik een blush. En dit is een beetje een paarsachtige kleur. Als ik me nog kan herinneren. Again, you will see it in the close-ups. En... ik heb de foundation wel getest. Dit was de enige foundation die het meeste bij mijn huidskleur kwam. Dus hopelijk is hij ook wel nice op als ik hem ga testen.
En deze blush, die zag ik en toen dacht ik van, oh, ik hou wel van roze tinten blush. Ik heb meestal altijd een roze-achtige tinten blush, want andere tinten staan mij niet zo heel erg. Dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. We kunnen deze misschien testen in een andere video. Maar voor nu, ik dacht, ja, en de blush was ook 60 cent. Dus ik dacht, nou, why not, weet je wel. Ik moet wel zeggen dat de make-up echt hele goede sale had. Maar het was super snel weg. Dus dit zijn de enige drie items die ik zelf nog kon meenemen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik heb de foundation wel een beetje op mijn hand kunnen testen. Maar ja, op je hand is het nooit hetzelfde als je gezicht natuurlijk. Is ook kleurverschil, everything. Maar op mijn hand was die best goed. Dus hopelijk op mijn gezicht ook. Deze. Oké, on to the next items. Deze items zijn wat grotere items. Het zijn voornamelijk schoenen en een beetje accessories. De eerste item die ik jullie wil laten zien was een verjaardagscadeau. Maar die heeft mijn vriend ook ergens in de sale gehaald. Ik weet niet waar. Maar het was een verjaardagscadeau. En ik dacht ik zal deze in de haul includen. Omdat het technically wel sale was. Maar misschien zal ik hem nog vragen waar. Dus dan kunnen jullie het ook kopen als jullie het leuk vinden. Ten eerste, ik heb er ook sokken bij gekregen. Het zijn schoenen, het zijn fanschoenen. Ik heb er sokken bij gekregen. Ik heb één paar al aangehad. Dus deze. En het gaat om deze baby's. Ik vind ze super, super, super cute. En ze lopen zo heerlijk. Niet normaal gewoon. Ze lopen echt zo lekker. Ze zijn leuk, ze zijn mooi, ze zijn baby roze. Ik hou van roze. I love everything pink. En ze zijn super comfortable. Zijn ook lekker hoog. Ik heb dit model één keer eerder gehad. En toen beviel het me niet echt. Omdat hij was van een andere fabric. Hij was leer. Hij was heel strak. En de veetjes waren te kort. Ik weet niet wat het was. Maar het was gewoon. Ze zaten gewoon niet lekker. Die heb ik weggegeven. En toen verraste mijn been me onder andere met deze. En nog wat andere dingen. En ja, ik was een beetje sceptical aan het begin. Want ik dacht van ja, ik had ze natuurlijk al eerder een keer jaren geleden. Toen zaten ze niet lekker. Maar ik dacht oké, ik ga het proberen. Ik paste ze aan en toen zaten ze lekker. En toen heb ik de dag op de dag zelf gelijk. Was het op de dag zelf? Nee, een dag later heb ik ze gelijk aangehad. En het ging helemaal prima. Ze lopen hartstikke lekker. We waren naar IKEA geweest. Dus dan weet je, als je in IKEA moet lopen, dan weet je dat je schoenen echt lekker zitten. Want ik liep echt best wel lang in de IKEA en alles uitproberen en overal zitten en alles. Dus vooral hoe we aan het verbouwen zijn, dan wil je alles proberen en weet ik veel wat. Dus ze liepen echt super, super, super lekker. Ze zijn super leuk en ze zijn ook met heel veel te combineren omdat het voornamelijk gewoon zwart-wit is. En dan zie je gewoon licht roze, wat niet echt super heel erg opvalt. Dus je kan het met heel veel dingen combineren en het heeft zo'n banana patroontje. Ik heb het gewoon in mijn normal size genomen. En of althans, hij heeft het in mijn normal size gekocht, 42, ja. En ja, is super, super blij mee. Ah. Thank you, babe. On to the next. Oké, volgende item zijn ook schoenen. Maar dat was echt een impulskoop. Ik was in de stad met mijn vriend en toen waren we gewoon een beetje aan het browsen. Volgens mij waren we voor kerstcadeaus aan het zoeken. En toen stonden we opeens in de size. Nou, de size is een sneakerwinkel. Ik ben helemaal dol op sneakers. Als jullie me al langer volgen, dan weten jullie dat. En ik heb er ook aardig wat. En toen liepen we dus in de size. En ik had al een paar gezien die ik wou, maar die ging niet tot mijn maat. Die ging tot 41. Ik heb 42. En toen zag ik een ander paar. En eerst zou ik niks kopen. Ik ging al naar binnen met ik ga niks kopen. Ik ga gewoon even kijken. Dat kan ik ook heel goed. Ik hoef niet altijd wat te kopen. Soms wil ik gewoon kijken van what's new. En you know what's in. What did you have now. Maar toen zag ik dus een paar die ik wilde. En die hadden ze dus niet in mijn maat. Dus ik had echt zoiets van oké, nou ja, kijk nog even rond en dan ga ik weg. En toen zag ik dit paar. En toen dacht ik, oh my god, ze zijn zo cute. Ik moet ze hebben, ik moet ze hebben, ik moet ze hebben. En dus toen ging ik weg met deze schoenen. Want deze hadden ze dus wel in mijn maat. En volgens mij zijn dit ook mannenschoenen. Ik heb heel vaak mannenschoenen omdat ik 42 heb. Even kijken. Wat is de korting? Wait, what the hell?
Oh, deze bon klopt niet. Klopt niet. Dit is niet eens mijn bon. Wacht. Oh, dit is wel mijn bon. Oh, dit was van iets anders wat ik ook had gekocht op dezelfde dag. Oh my god, oké. Okay. Dit is mijn bon. Ik weet niet of de korting hierop staat. Nee. Nou, deze heb ik in ieder geval gekocht voor 80 euro. En volgens mij origineel zijn ze 100 of 120. Something like that, als ik me niet vergis. Maar ik heb deze gekocht voor 80 euro. Het zijn Nike's. Het zijn Nike's. Nee, het zijn Air Force One mid Nike's. En als ik de doos open heb je een hele mooie soort van afbeelding. Ik leg het even naast me. Oh my god, mijn baby's. Oh, ze zijn zo freaking cute. Oh my god, ik was helemaal vergeten hoe ze eruit zagen. Ze zijn zo freaking cute. Ze zijn een beetje lila. Ja, ze zijn baby lila, baby lavendel. Something. Oh, ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Kijk, ze zijn zo tof. Ze zijn zo leuk. En dan de bekende glitterband aan de bovenkant. En het is gewoon clean. Gewoon nice. Simpel. En geen fuss, no muss. I just love them. Oh my god. I'm finna be cute in the summer, girl. This gonna be my summer shoes. Ik vind ze zo, zo freaking leuk. En ze zitten zo lekker. Ik heb al een paar. Ik heb vaak genoeg Air Force gehad. Maar ik heb nog een paar die mijn vriend vorig jaar voor me had gekocht. Die heb ik maar twee keer aangehad of zo. Die zitten ook super, super lekker. Het is lang geleden dat ik hogere had. Ik heb vaker die lage gehad. En die heb ik ook vaak aan. Ik heb één paar met een roze Nike logo. Dat is echt mijn daily beaters. Daar ga ik in naar werk. Daar ga ik gewoon in boodschappen doen en zo. En ze lopen zo, 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 zo lekker. En die wat ik van mijn vriend heb gekregen, die hij ook heeft, die lopen ook heerlijk. Die heb ik wel eens uit aangehad. Die draag ik echt zelden, omdat ze echt, ze zijn super leuk. En ze zijn ook wit. Deze zijn ook licht. En deze ga ik gewoon bewaren voor de zomer. Ik ga ze nu absoluut niet aandoen. En ik denk dat ik ze ook niet vaak ga dragen. Want zodra hier een kreukel in kom, ben ik er klaar mee. Dus ik wil deze echt zo netjes en zo crisp en zo mooi mogelijk houden. Dus deze ga ik me in de zomer zeker rocken. En ik vind de Nike Airs vind ik gewoon zo leuk. Omdat je kan ze aan met alles. Je kan ze aan met een jurkje. Je kan ze aan met een jeans. Je kan ze aan met een rokje. Je kan ze aan met een Colbert dress. Je kan ze aan met heel veel. En het staat nog steeds cute. Het staat nog steeds leuk. En ze hebben hele leuke colorways en zo. En maar ik dacht, deze moet ik hebben. Dus deze heb ik gekocht. En I can't wait to wear them. I just can't wait. Oké, dat waren mijn baby's. Next up is Steve Madden. Mijn favoriete schoenenmerk naast Nike, Adidas, Vans en All-Stars is echt Steve Madden. Voor alles behalve sneakers vind ik Steve Madden helemaal geweldig. Dus voor sandaaltjes, voor strappy heels, voor chunky heels, voor boot heels, voor sandal heels. Like, Steve Madden is de go-to for me. Omdat al zijn schoenen gaan bijna tot een 42. Ik heb 42. De schoenen die ik van Steve Madden heb, ik heb er aardig wat inmiddels, zitten allemaal lekker gewoon. Allemaal zitten ze lekker, allemaal zitten ze mooi. Allemaal sluiten ze ook heel goed aan mijn voet. Ik hoop dat ik trouwens in focus ben. Want als ik niet in focus, als ik deze video edit en ik ben niet in focus, I kid you not, I will lose my shit. Okay? Because we ain't about to do that again. But anyway, Steve Madden heeft zulke leuke schoenen. En ook hele leuke tassen. Ik heb een aantal tassen van hem gekocht in de afgelopen tijd. Misschien laat ik die wel zien in deze video. Maar ze zijn ook te zien op mijn Instagram. Anyway, we were doing the shoes. Deze boots heb ik al een tijdje geleden gekocht, maar ze zijn nog available. En ze zijn ook available in andere kleuren. Destijds toen ik ze kocht, waren ze in de sale een paar tientjes goedkoper. Ik weet niet of ze nu in de sale zijn. Bij Steve Madden moet je soms gewoon wachten. Want heel vaak heeft hij best wel goede sale. Of krijg je een bon van zoveel procent korting.
Maar ik heb het over deze boots. Deze stijl boots waren echt populair online. En ik wou al heel lang zo'n stijl met zeg maar een soort van dubbele platform effect. En oh my god. Als ik je zeg dat deze schoenen lekker lopen. I kid you not. Deze schoenen lopen zo lekker. Ik had deze dus aan voor mijn verjaardag voor het eerst. Ik heb ze al bijna een jaar. Nee. Ik heb ze denk ik misschien 8 maanden. 8 maanden? Ja, something like that. En ik had ze dus nog nooit aangehad. En toen dacht ik, oké, voor mijn verjaardag wil ik wel hakken aan. Maar welke hakken? Ik heb ook Zara boots die heel erg leuk zijn. En op zich lekker zitten, maar ze zijn heel hoog. En deze zijn wel hoog, maar de platform is ook hoog. Dus je loopt maar op zo'n stukje of zo. Ze lopen zo freaking lekker en ze staan zo leuk. En het is echt een statement. Je komt echt binnen. Het zijn wel echt grote joekels aan je poten. Maar weet je, je gaat wel echt van voeten naar poten. Weet je wel? Maar weet je wel. Maar ze zijn zo freaking leuk. Again, toen ik ze kocht waren ze in de sale. Of althans in de sale, ze hadden korting, ze hadden een paar tientjes, waren ze goedkoper. Ik raad je aan om bij Steve Madden gewoon te wachten, tenzij je ze echt wil. Maar bij Steve Madden gaan heel veel altijd in de sale. Hij heeft vaak goede sale. Dus deze, ze zijn echt helemaal geweldig. Echt helemaal geweldig. Ze zitten lekker, ze hebben een rit. Ze sluiten bij mij heel goed aan bij mijn voet. Want ik haat boots die niet aansluiten. Ik haat boots waar je hier nog heel veel ruimte bij hebt. Ik vind dat zo vreselijk. Dus ik was echt blij toen ik deze kocht dat ze aansloten. Het is ook zacht nepleer. Zijn ze nepleer? Volgens mij wel. Jawel. Het is ook heel zacht. En ja, het is gewoon super leuk. En ze worden wel al gekreukt. En na de eerste keer dat ik ze aan heb gehad. Kijk, ik vind dat geen probleem. Dat ik hou wel van boots die een beetje eruit zien alsof ze baby going through some shit, you know. Als ze een beetje character hebben, dat vind ik wel leuk. Dus als je dat niet erg vindt, zijn deze zeker leuke boots om te hebben. Je hebt ze ook in het zilver. En als het goed is, heb je ze ook in het wit. Als het goed is. Als het goed is. Dus deze mama's die gaan weer lekker in de doos. En weer lekker de kast in. Voor een avondje. When she's feeling, you know, risky. Anyway, on to the next. Oké, we zijn aangekomen bij de laatste 3 items. Want ik dacht, anders wordt deze video wel heel lang. En de laatste 3 items die zijn van Zara. En oh my god, er zitten echt leuke dingen in deze doos. Ik heb dit een tijdje geleden gekocht. Waar ga ik deze doos zetten? Uno momento. Oké, ik heb deze items ongeveer een maand en een paar weken geleden gekocht. Alles wat ik in deze video laat zien, wat ik nog kan vinden, wat nog available is, zal ik linken in de beschrijving. Deze items zijn items, nou ja, 2 van de 3 items zijn items die ik al heel lang wou. Maar ik vond het gewoon te duur, dus ik wou gewoon wachten tot ze in de sale waren. Ik weet niet al de prijzen, maar als ze nog available zijn, dan staan ze beneden en zie je het vanzelf wel. De eerste item die ik jullie wil laten zien zijn deze paar hakken. Deze paar sandal heels die je zeg maar zo om je enkel kan vastmaken. Super, super schattig. Oh my god, ze zitten niet goed. Ja, super, super schattig. En ze hebben ook hele leuke kleurtjes. Groen, roze, paars, zwart. Dus je kan hem met heel veel aan. Je kan hem met zwart aan, je kan hem met roze aan, je kan hem met groen aan, je kan hem met paars aan. Maar je kan het ook gewoon aan met bijvoorbeeld een witte jurk of iets geels of iets geks, weet je wel. Ik wou deze al heel lang. I kid you not. Ik wou deze al het begin van de zomer toen ze pas kwamen. Maar ik vond ze gewoon een beetje te duur. Like, origineel zijn ze 65 euro. I was like, girl, hell nah. Hell nah. You know, I'm a bitch on a budget. Maar ik geef alleen heel veel geld uit aan sneakers. Dat zijn de enige schoenen. Dat zijn eigenlijk de duurste items that I own. Is meestal schoenen. Like, verder rest koop ik alles altijd in de sale. Tenzij het een item is die ik nodig heb. Dus in de zin van, ik heb bijvoorbeeld geen witte shirts en ik moet voor een event of een feestje of een something een witte shirt aan, dan koop ik dat gewoon. Maar met de meeste dingen wacht ik gewoon op sale.
En sommige dingen, als ik ze echt heel graag wil, zoals dit jasje van Sarah, die wou ik heel graag, die heb ik full prijs gekocht. Maar 9 van de 10 dingen die ik koop is altijd in de sale. Dus voor 60 euro had ik ze niet gekocht. En toen waren ze, als het goed is, naar iets in de 30 of iets in de 20. Als het goed is. En toen dacht ik van, nou, I'm gonna buy them. Voor de zomer. Als de zomer nog komt. ik ben helemaal klaar met het koude weer en regen en wind en... Like, where's the summer? Give me summer. Maar ik dacht, ja, deze kan ik heel leuk aan naar festivals. Of gewoon uit, weet je wel. Ze zitten heerlijk. Ze zijn wel een beetje wankel. Zijn wel niet wankel qua hak, maar wankel qua deze draadjes. Ze zijn nou niet echt de meest stevigste draadjes. Maar gelukkig is de hak niet zo hoog. Dus ze zijn op zich wel comfortable. Alleen die draadjes zijn gewoon, je voelt je niet zeg maar super, hoe noem je dat, super stevig op ze of zo, super locked in basically. Maar ik vind ze zo leuk, zijn zo cute. En ik vind het ook echt top dat Sarah nu maatje 42 heeft. Super. Want deze heb ik dus in de maatje 42. Love them! Volgende! Oké, de volgende item die ik jullie laat zien, you guessed it, zijn nog steeds schoenen. Dit is echt een item die ik nooit had verwacht dat ik deze zou kopen. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon. Ik had ze besteld, ik denk, ik probeer het gewoon. Ze waren ook in de sale en ik wou eigenlijk een dressy shoes voor mijn verjaardag. Nou, uiteindelijk heb ik gekozen voor boots, omdat het toch wat frisser was. En ik dacht, nou ja, weet je, we gingen ook niet meer uit. Eigenlijk was het plan om uit te gaan, om cocktails te drinken en zo. Toen dacht ik van, oh, dan doe ik deze schoenen aan, lekker party. En uiteindelijk gingen we gewoon alleen uit eten, wat super lekker was, was super leuk. En ja, mijn boer was super lief, die had echt een hele mooie dag gemaakt voor mijn verjaardag. Maar ik had dus andere schoenen aangedaan. Maar daarom had ik deze schoenen dus gekocht, met in de zin van, oh, voor mijn verjaardag. Really like. Oké, ik hoop dat ik in focus ben. Ik moest de video weer opnieuw starten, want ja, mijn camera filmt maar een half uur. Anyway, ik had deze schoenen dus gekocht voor mijn verjaardag. Maar ik had andere schoenen aangedaan. Maar ze zijn super leuk en het zijn deze schoenen. En er zit wel een papieren ding in, maar ze zijn super leuk. Met diamond tees erop en ze zijn see-through met diamantjes. En ook een dikke hak. Die ook doorzichtig is. Ze zijn zo freaking leuk. En verrassend genoeg zijn ze best comfortable. De originele prijs was 50 euro. Is grappig dat die andere duurder zijn dan deze. Terwijl je zou denken, deze zijn toch meer werk. Meer, you know, dressy. Meer wow, basically. Maar ze waren goedkoper dan die. Maar ze zitten verrassend comfortable, zeg maar. Ze zijn wel hoog. De hak is wel hoog, omdat je hier dus helemaal geen platform hebt. Je loopt gewoon op de grond, basically. Dus de hak is wel hoog. Maar ze zitten verrassend stabiel. Ze zitten verrassend lekker. Dit is wel een schoen waar ik gewoon cute aan de bar wil zitten. Of cute aan tafel wil zitten met cocktails. Not doing the most, want... Ze zijn toch best hoog. En ik ben toch gewend aan het platform. Wat ik wel jammer vind is dat de diamantjes op sommige plekken weggaan. Nou ja, dat kan je verwachten met dit soort schoenen. In principe vind ik het niet leuk. Want hoe vaak ga ik ze dragen? Ik ga ze echt dragen voor speciale gelegenheden. Of voor een themafeestje. Of voor mijn verjaardag. Voor iemand anders verjaardag. Weet je, voor speciale dingen. Dus op zich krijg je je geld er wel uit. Als je ze gewoon niet te veel op elk feestje draagt. Maar deze heb ik ook in de sale gekocht. Again, sorry. Sorry schatjes, de prijzen weet ik echt niet. Maar volgens mij was deze ook ongeveer rond de 20 something. Laat me kijken of ik de prijs kan achterhalen. One moment. Oké, zoals ik al zei. Die roze schoenen waren 30 euro. Dus die zijn van 60 naar 30 gegaan. Hier was 20 euro vanaf. Van die andere was 30 euro vanaf. Dus ja, op zich best wel een goede... Een goed koopje. Ik denk dat als je langer had gewacht dat je ze misschien goedkoper had kunnen vinden. Omdat vaak gaan dingen in hoe noem je dat, in fases in de sale.
Maar ik heb niet altijd de luxe om super lang te wachten bij winkels zoals Zara. Omdat mijn maat hebben ze vaak niet veel. Heel vaak is mijn maat er niet. Bij de schoenen die ik wil. Omdat, ja, 42 die kopen ze gewoon niet zo vaak in. Ook niet zo veel in. Dus dat is de grote maten. Die zijn soms ook heel snel weg. Daar hebben ze niet zoveel van. Maar ik ben super blij met ze. Like, ik ga ze echt aan voor een special occasion. Het is een nieuwe jaar. Iedereen's verjaardagen komt er weer aan. Dus ik ga ze zeker dragen. On to the last thing. But I saved the best for last. Wait till y'all see this one, girl. Wait till y'all see this one. Okay. Okay, sticking with the diamonds team. Oh, ik wou deze tas zo graag. Like, van de eerste keer toen ik deze tas zag, ik wou het zo graag. En deze wou ik dus aandoen op mijn verjaardag met die schoenen. Like, I was planning to do the most. I was planning to do the utmost, hè. Serieus. Maar het is allemaal anders gegaan. Maar de next item, die was origineel €50. Maar ik heb hem gekocht voor 40. Dus een tientje korting. Kon beter, maar ik wou hem gewoon heel graag hebben. En het is deze. Oh my god. Hij is wel kleiner dan ik dacht. Ik dacht dus dat hij veel groter zou zijn in het echt. Want op de foto leek hij best wel ruim. Maar hij is kleiner dan ik dacht. Maar hij is zo freaking cute. Ik ga een close-up laten zien ervan. Want dit moet je echt even innemen. Hij is zo leuk, zo leuk, zo leuk, zo leuk. I cannot wait to wear this somewhere. Where? I don't know. Mijn telefoon past er niet eens in. Nee, mijn telefoon past er niet eens in. Maar anyway. Phones are overrated. Nee, maar hij is zo cute, zo schattig. En ik dacht van, dit zou heel leuk zijn voor mijn verjaardag. Want like I said, we zouden cocktails gaan drinken. We zouden naar een cocktailbar gaan. En eventueel uit. Dus ik dacht van, oh leuk, weet je wel, dan kon ik deze aan. Maar uiteindelijk hadden we allemaal gezien. Maar we waren zo bezig met de verbouwing. Dus ik was ook best wel moe. Maar besloten we gewoon lekker uit eten te gaan. Maar hij is zo freaking leuk. En de diamantjes erop zijn heel erg nice. Het glimt ook mooi. Tot nu toe is er nog niet eentje afgevallen van wat ik kan zien. De band is niet verstelbaar. Maar is op zich wel groot genoeg om gewoon aan je schouder te dragen. En ik denk voor als je echt slank bent, kan je hem ook crossbody doen. Ik kan het crossbody doen, maar ik heb ook te veel boobs. Dus dan gaat hij echt onder mijn tiet zitten. Hij is echt, hij gaat dicht met een soort van, hoe noem je dat? Een soort van magneetsluiting, zeg maar. Super, super, super leuk. En aan de binnenkant heb je zo'n Zara logo dingetje. En de papier zit er nog in. En het heeft niet per se een aparte vakje of zo. Het is gewoon meer van, je kleurt er gewoon alles in. En I just love it. Like, deze tas was echt een cadeautje aan mezelf gewoon. Voor mijn verjaardag. Want ik wou deze al heel lang. Zeg maar, sinds dat die in stok was in Zara, überhaupt wou ik hem gewoon al. Maar ik dacht, ja, €50. Ik ging er echt over nadenken. Want ik dacht, ik vind €50 gewoon zonde voor dit soort tassen. €40 vind ik ook zonde. Maar ik dacht van, ik word wel jarig. En ik wou mezelf ook gewoon een cadeautje geven. Dus deze drie items waren eigenlijk mijn cadeau to me, basically. Want ik ben heel goed geweest in het niet te veel kopen. En me echt aan het budget houden als ik ga shoppen. Dus ik dacht van, oké, I can splurge a little bit on myself. En het was allemaal wel in de sale. Dus I did good. En ik wou deze gewoon heel graag. Oh, hij is zo cute. Zo mooi. I just love him. I just love him. Oh my god. My new baby. Oké, guys, dat waren alle items die ik voor deze video had. Als jullie de andere items willen zien die ik gekocht had de laatste 3 maanden van vorig jaar, let me know. Soms weet ik niet zo goed of ik dingen moet laten zien of niet, omdat sommige dingen kan je niet meer krijgen. En ik vind het persoonlijk altijd stom als ik een haul zie met dingen die ik niet meer kan krijgen. Maar als iemand het wil zien, laat het me weten in de comments en dan kan ik er altijd nog een video over maken. Super leuk dat jullie hebben gekeken. Ik wil jullie bedanken dat jullie hebben gekeken. Ook een hele grote dankjewel naar alle mensen die een comment hadden gelaten onder mijn laatste video. Ik vond het zo, 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 zo leuk. Elke keer als ik weer een comment kreeg, dan ging ik naar mijn vriend. Kijk schat, ik heb weer een nieuwe comment. Oh, zo leuk. Ik heb jullie zo, zo gemist. En ik ben zo dankbaar dat velen van jullie er nog steeds zijn. En
altijd grateful voor de support. Love you guys. Als jullie deze video leuk vonden, doe een duimpje omhoog. Als je er zin in hebt, laat een commentje. Ik beantwoord ze altijd. Ik zie ze altijd. En ja, oh, zo leuk. Zo echt, dank jullie wel. Zo dankbaar voor. Dus ja, dat was de video, guys. Love you. Subscribe, subscribe, subscribe. And see you in the next one. Bye.